Alle districtscommissarissen van Suriname hebben vanmorgen hun begroting voor het dienstjaar 2024 ingediend bij minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. Bijkans alle DC's hebben de bewindsvrouw op het hart gedrukt met haar collega van Financiën en Planning een goed gesprek te voeren over de districtsfondsen. De bewindsvrouw gaf na het in ontvangst nemen van de begrotingen aan dat het een verplichting is om deze in te dienen. Een begroting wordt niet zomaar ingediend. Vooraf heb je een proces. Bij elke ontwikkeling van het land, gaat gepaard met planning. En dat hebben we eerder gedaan, de districtsplanning. Hebben we ontvangen. En vooraf gegaan hebben we dus die hoorzittingen. En daaruit zijn dus ook de prioriteiten naar voren gebracht. En dat hebben we vervat in onze districtsplan, gevolgd door onze districtsbegroting. Heel belangrijk is het realiseren van wat in de begroting zit. Zoals de vele districten hebben, de DC's hebben aangegeven, kijken ze dus uit naar het realiseren. Want niks is zo lastig, mijn lieve mensen, om elke keer dezelfde prioriteiten te krijgen van de gemeenschap. En we weten hoe de begroting van het ministerie eruit ziet. De bewindsvrouw drukte de DC's en haar personeel op het hart te proberen hun uiterste best te doen met de ingediende begrotingen. Anders kan de gemeenschap een bepaalde indruk van het ministerie krijgen, meent Emmanuel. De gemeenschap zegt elke keer van minister Asedi dat Fassi. En if Asedi Fassi moeten we een andere zetten. Ik roep nogmaals DC's. Ik zie dat enkele DC's al zijn begonnen. En dan denk ik aan DC Coroni, die was laatst bij mij in PPP-verband om logeergebouwen in orde te maken. Maar ook belangrijk, DC Brokopondo hebben we nog recent meegemaakt, waarbij een MULO-school is opgeleverd, geheel vanuit het district, door ondernemers van het district. Niet lang geleden ook nog een 2 leerkrachten of 4 leerkrachten woningen in het dorp Boslanti. Ik kijk ook naar DC Boyanski, die zo bezig is met ondernemers in het gebied voor de weg naar Nieuw-Jacob Kondre. Ook DC Bansi is bezig. Dit alles juich ik toe, mijn mensen. Laten we niet meer zitten en klagen en aangeven van de districtsbegroting. De middelen zijn er niet. Minister Emmanuel hoopt dat de districtscommissarissen zullen kijken naar de verschillende mogelijkheden binnen alle districten om de verschillende prioriteiten die door de gemeenschappen zijn doorgegeven eerst aan te pakken.